Goodbye, all wenkbrauws. En welkom to the deal. Ik ben heel erg zenuwachtig. Want wenkbrauwen zijn echt mijn alles. Jules, are you nervous? Really not. Nee, dan moet ik maar even mijn tanden bijten. Oké, even laten intrekken. En dan kunnen we zo het eindresultaat laten zien. Wat was pijnlijker, onze tatoeage of de wenkbrauw? Op de wenkbrauwen. We kunnen nooit met elkaar ruzie krijgen in het hele leven. Nee. Hoe voel jij je? Nou, nu valt het wel mee. Romee heeft een hele hoge pijngrens. Ik dan daarna. En jij bent echt wel de zwakste schakel. Welkom bij een nieuwe Reinevlog. We gaan heel veel spannende dingen doen, maar ook heel veel pijnlijke dingen. We gaan namelijk onze wenkbrauw laten doen bij Acacia Beauty. Ja, zij zit in Utrecht gevestigd en het is echt onwijs goed gelukt. Inmiddels is het een beetje aan het helen. Maar je moet gewoon eventjes verder kijken, want je ziet het hele proces van het begin tot het eind. En we hebben ook iets anders heel pijnlijk gezet, namelijk een tatoeage zetten. Dus ben je dan benieuwd, blijf kijken en blijf subscriben bij onze Reinevlog. Love. Reiners. Mwah. Oh my god, het is vandaag een hele spannende dag. Ik heb net mijn make-up gedaan, maar er zal ook wel iets opvallen. Nog niet mijn wenkbrauwen en ook niet mijn voorhoofd. Want ik ga naar Acacia Beauty. Ik ga bij Burku een behandeling doen. Microblading. En dan misschien aan het einde mijn powerbrows doen of microblading. Maar dat ga ik daar even beslissen. De reden waarvoor ik dit doe is eigenlijk omdat ik het altijd natuurlijk bijteken. Ik ga nooit de deur uit zonder mijn wenkbrauwen te tekenen. Tenzij ik natuurlijk lekker op vakantie ben of op het strand. En ik wil eigenlijk gewoon wakker worden met de perfecte wenkbrauwen. Niet zodat ik elke dag, soms heb ik een dag dat het echt perfect zit en de andere dag weer helemaal niet. Dus dat wil ik eigenlijk voorkomen. Dit blijft 2 tot 5 jaar zitten. En ik ben heel erg zenuwachtig. Want wenkbrauwen zijn echt mijn alles. Het is natuurlijk ook in mijn gezicht. Maar het moet goed komen. Ik ga jullie meenemen. Jules en mama gaan ook deze behandeling aan. Maar ik mag natuurlijk als eerste het proefkonijn. Dus ik ga nu de hondjes even voorbereiden. Want die ga ik naar mijn schoonmams brengen. En dan gaan we richting Utrecht. Want daar zit het bedrijf gevestigd. En oh my god, het is nu 9:30. Ik moet daar 12 uur zijn. Dus ik moet over een uurtje weg. Dus ik ga me even omkleden. Ik heb nog mijn pyjama aan. En dan ga ik daarheen. Ik vind het echt onwijs zo spannend. Oké, ik ben helemaal ready to go. Ik heb vandaag de Reiners Round Next sweater aan. In het metal gray. Met mijn zelfgemaakte mama jas. Deze heeft mijn moeder voor me gemaakt. Alle franjes. Echt. Beelden. 2 zitbroek en mijn Balenciaga schoenen. En ik ga nu de hondjes pakken en naar buiten brengen. Frank, ben je groot geworden al, Frankie? Ga je mee met mama? Ga je mee met mama? Ja. Oh ja. Wat is je liedje? Ik ben nu in de auto aan het wachten op Jules en mama. Die zijn er bijna. Dit is mijn laatste keer dat mijn wenkbrauwtje zo zijn, jongens. Goodbye, all wenkbrauws. En welkom to the deal. Het is nu 40 minuten rijden, dus we zien jullie zo bij de Acacia Beauty vestiging. Laat ik het even zien hoe alles in de werking gaat. En natuurlijk gaan we ook alles laten zien in stappen. Ik ben heel benieuwd wat ze van mijn wenkbrauw gaat maken. Oké. Jules, are you nervous? I'm really nervous. En jij bent eerst. Ik ga eerst. We zijn aangekomen. En we hebben heerlijke hapjes, mam. Nou, hoeven niet iets anders. Als we dan cupcakes laten bedrukken. Kijk nou. Nou, wat lief. Vreemde slowfootjes. Ja. Wat? Wat laat jij eigenlijk doen, maar hè? Je baard. Ja. Oké, wij zijn er nu. En we gaan voor onze wenkbrauwen. Zoals je ziet hebben we nu niks op onze wenkbrauwen. Het is de laatste keer dat je onze wenkbrauwen zo ziet. Want ik ga zo meteen in de behandeling. Stoel, maar die gaat als eerste. Naar de gek. Before. Zo is het echter. Zal jij een beetje spelen? Zeker weten dat erop staat. Dit zijn onze wenkbrauwen nu zonder enige potloodjes of dingetjes of geverf. Straks gaan we die liggen. En dan gaan we microblading doen. En we zijn nu bij Acacia. Ik ga even vragen hoe je het uitspreekt. Ja, maar niet dat het inderdaad zo door dicht gesmeerd wordt. Nee, dat ga ik absoluut niet doen. Nee. Die hard, geen verdoving hoor. Gewoon geen verdoving. Oké. Ga ik daar nou wel met verdoving, ja? Was dat even een voor? Moet je haar even vast doen. Ja. Ik ben benieuwd hoor, maatje. Oké, stap 1. Geëpileerd. Geëpileerd. Ik moet even een mooie angle vinden, om het een beetje mooi... Ja, denk zo. Denk daar moet staan? Nee, zo van de vier is mooi. Oké. Very curious. Kijk eens naar mij. Nee, ook met je hele gezicht. Oh nee. Dit is wel op te meten, hè? Wat we nu hebben opgeplakt. Kijk naar mij, Marie. Nog meer. Exactly in de middel. Ja, Olijne, Gabrielle. Ik denk dat iedereen gaat als het bij ons goed is. Echt? Ja. En Loesje bijvoorbeeld, iedereen. En jullie hebben nog een zus, toch? Ja. Ja, die wilde ook nog in de wereld. Ja, Romee heeft dat ook nog wel handig vinden, ja. Alles is afgetekend. En je stopt precies in het ooghoekje. Ja, dat is dus... Ietsje verder naar buiten, wil zij denk ik. Niet te veel, maar een beetje wel. Normaal dan doe ik echt de binnenkant van de neusplooi aanhouden. Nu wordt het nog mooier, duidelijker. Concealertje hoor. Maar je kan gewoon aangeven, als ik iets te lang doorga, moet je gewoon zeggen. Ja. Want bij het begin ga ik wel heel snel achter elkaar door, omdat ik die vorm er strak in wil krijgen. Nee, dan moet ik maar even de tanden bijten. Ja. Wat grappig dat dingetje. Daar gaat natuurlijk het inkt in. Oh ja, klopt. We gaan bijna beginnen. Ja. Oké, are you ready? Dit is het gevoel. Oké. Is dit doen, Mary? Ja. Je wilt gewoon snijden.
Je hoort het echt wel. Ja, al van. Prachtig. Ja. Nou, dit hoort het. Wow, het prikt. Dus het kan prikken, ja, maar het trekt echt binnen een minuutje weer. Nou, is het eindresultaat? Dit is het eindresultaat, ja. Ik ga dit als thumbnail doen. Zo, jongens, dit is hem. Kijk eens, sorry. Ja, mooi thumb. Het is jullie de beurt nu, maar ik heb je een beetje bang gemaakt, sorry. Ja, maar ik had geen verdovingskleding en dat heb jij wel. Het zit er heel dik op. Mm-hmm. En mijn wenkbrauwen moeten nog wel afgehaald worden. Maar het is heel mooi geworden, zeg ik snotterend. Heel mooi. Zal die film zijn? Oh, heel mooi. Ik vind deze overgang nog mooi zo. Ja, ik ook. Alleen hij moet hier niet te dik worden. Nee, of je hier iets dikker is dan daar. Ja, deze is dunner hier, die lijn. Hier. Dit stukje is dunner. Die loopt hier ietsjes hoog, maar het is echt minimaal. Wat vind je mooier? Deze vind ik heel mooi. Maar dit einde, deze loopt iets hoger en die loopt iets meer naar beneden volgens mij. Maar dat zie ik niet heel goed. Hij gaat hier op de zet een beetje hier. Beetje leuk. Kijk naar mij. Ik vind het wel een jullie vorm. Ja, toch? Ja, ik vind het zelf wel mooi. Dan moet je die andere ook zo doen. Met een high arch. Ze zijn nu niet gelijk. Ja. Doe het met je andere kant, kan je dat ook? Nee, dat is echt. Ja. Het is jouw wenkbrauw. Ik had alleen iets omhoog. Ik heb alleen niet. Weer een ding gemeen. Nou, ik vind het ongelooflijk, Kar, jongens. Nee, hè? Heb ik je eigenlijk trouwens al voorgesteld? Nee. Dat doe je het zomaar. Ja, oké. Okay. Nee, wacht. Opnieuw. Hoe voelt het fieltje? Het voelt wel. Misschien is het de magie van Mike. Nee, die voel ik wel. Dan denk ik het wel echt precies gewoon. Ja? Ja. Heel mooi, fieltje. Enig beautifully. Goed gedaan, hoor. Yay. Nou, ze zitten perfect, hoor. Je hebt het overleefd. Heel mooi. Ja. Schadden, schadden. Shake it, baby. Mooi ook als ze naar jou kijken, maar niet. Ik ook naar jou. De film is het ook heel mooi bij jou. Als we naar jou kijken, is het ook heel mooi. Dus. Last step. Het prikt ook, dit. Hè? Mm. Erg, hè? Dit als je onder zo'n nagellamp gaat. Nou, ik denk dat het zo laat is, joh. Ja, denk ik ook. Wat een uitvinding, hè, dit. Jeetje, joh. Echt, hè? Soms denk ik wel eens, wat kunnen ze nou nog meer uitvinden dan dat het nog mooier wordt. Kan komt nog wel meer, hoor. In de toekomst. Zeker. Ja, hele wenkbrauwtransplantaties. Je hebt hier sowieso die opplakwenkbrauw al. Oké, okay, even laten intrekken en dan kunnen we zo het eindresultaat laten zien. Nou, mama, your turn. It's my turn. Last but not least. Ah, net moet ook gevlogd worden. Oh. Ook mama is de wenkbrauwtjes. Deze is al helemaal klaar, die linker. En deze gaat nu gedaan worden. Prachtig, mami. Zo, ik kan er een beetje stout uitzien, want ik vond het best pijnlijk. Dus het is een beetje van deze weg. Jij vond meer pijnlijk dan ik. Ja, jij bent hier bij dus. Ja, het is met verdoving en ik had maar één wenkbrauw. Ik wil wel iets meer verdoven, zo. En je hebt het... Ja, die vind mij ook. Oké. Okay. Nu hebben we niks op. Even kijken. Het is gewoon een beetje geïrriteerd en rood door het bloed. Maar wacht voor, blijf staan. Dit is het eindresultaat tot nu toe. Maar die had iets meer pijn dan ik. Dus vandaar dat zij iets meer bloed heeft. Een beetje geeft er deze weer op. En bij mij is het iets minder bloeddruk. Ja, kan dat nou, hè? Je hebt sowieso meer dan ik. Dit is het eindresultaat van Sjoeltje. Ga even inzoomen op de wenkbrauw. Zie je echt al die kleine mini-strookjes. En dat rode is nog van het bloed. Dus dat wordt helemaal bruin. En over 8 dagen gaan we het eindresultaat zien. Dus dit is nog niet het totale natuurlijk. En nu is mama bezig. Dus ga even kijken hoe de mama gaat. Dat is goed, ja. Mama, ik denk dat dit een nieuw trend wordt. Ik denk het ook. Ik voel mijn voorhoofd niet, maar ik denk het ook. Oh. Nou, we zijn dus we dachten dus dat het Acacia, maar het is nu Acacia Beauty, zijn we geweest voor onze wenkbrauwen. We zijn al 2 jaar op zoek echt naar een goede artiest, microblading, om onze wenkbrauwen te doen. Zoals je weet zijn wenkbrauwen echt ons live, dus dit is niet een sponsor deal dat wij promoten. Dit is gewoon echt waar wij zelf gewoon achter staan waar we zijn heen geweest en waar we onwijs blij mee zijn. Want ze heeft prachtig resultaat geleverd. En ze doet ook zelf masterclasses en ze is gewoon echt een artiest, gewoon met recht. En normaal zijn wij echt Pietje precies en was eigenlijk met een tekenen met een klaar piepkleine aanwijzingjes was het helemaal hoe wij het wilden. Dus je begint eigenlijk met, nou je komt daar binnen en natuurlijk vertelt een beetje hoe jij je wenkbrauwen normaal gesproken tekent. Want je hebt natuurlijk zonder je getekende wenkbrauwen. Ook met foto's kan je natuurlijk laten zien hoe je het een beetje verwacht. En dan gaat ze eerst, je hebt natuurlijk geen make-up op of geen poeder of potlood in je wenkbrauwen zitten. Dus je gaat eerst het epileren. Schoonmaken natuurlijk van de wenkbrauwen. Dan gaat het heel mooi aftekenen, heel systematisch. Symmetrisch. Oh sorry, symmetrisch.
hoe het eigenlijk hoort te zijn. En dan kan je zelf kijken hoe je het een beetje wilt. En dan gaan ze daarna met een soort van witte pasta de lijnen strakker trekken. Waardoor het resultaat nog beter te zien is. En wij wilden iets dikker de wenkbrauwen natuurlijk. Omdat we dat gewoon onze statement is. En zelf wat mooi vinden. Iets wilder. Maar ze kan natuurlijk gewoon naar wens maken. En wij zijn er echt onwijs blij mee. En Marie heeft een iets vollere wenkbrauw. En ik heb een iets meer punt in mijn wenkbrauw. En Marie heeft geen verdoving gebruikt. Omdat Zodat wij niemand gebruikten. Dus we dachten, nou, dan hebben we ook echt geen verdoving nodig, dus kom maar op. Maar het is dus wel slim om met verdoving te doen, want het is toch wel een pijnlijk gevoel. Ja, of we hebben gewoon een lage pijn, of heb ik er gewoon een lage pijn geweest, hè? Want over het algemeen doet ze het zonder verdoving, maar het is gewoon een heel naar gevoel. Helemaal als je een paar keer overheen moet over hetzelfde stukje. Maar als je even op je tanden bijt, dan moet het wel goed komen, maar het is wel ik zou gewoon associëren met verdoving. Ja. En weet je, het zit 1 tot 3 jaar, dus eventjes doorbijten, want het resultaat is prachtig. Hoef je nooit meer je wenkbrauw te tekenen. We zitten nu in ons herstelproces, dus dit is echt niet het totale look. Nee. Wat het gaat worden. Het duurt 6 weken. Ja, we krijgen nu korstjes en dan krijgen gaatjes en dan valt alles weg. Dan lijkt de kleur heel licht, maar pas na 3 weken komt de kleur weer terug. En we hebben nu ook vaseline op onze wenkbrauwen, dus dit is niet de totaal uitlook. Dus we gaan het over een paar weken echt voor jullie filmen. Dat je ook echt het ziet hoe het geworden is. Nu zie je het nog een beetje. En dan heb je over 8 weken weer een extra behandeling. Dan heb je nog een beetje van retouchen waarbij jij het zou willen of wat je nog iets mist. Dus we zijn er ontzettend blij mee. En we gaan jullie het resultaat later laten zien. En mama is ook langs geweest. Mama heeft niet zo heel veel wenkbrauwen voor zichzelf, dus die is nog blijer. Want die heeft nu gewoon als wakker wordt wenkbrauwen. Dat is echt de uitvinding van de eeuw. Ik zei al, had ik dit maar 2 jaar eerder gedaan. Maar ja, toen hadden we Poesoe niet gevonden. Nee. En ook niet Akazaya Beauty. Dus een beetje mee. Nee. Ja, heel erg blij mee. Oké, het is vandaag zondag en we zijn gisteren naar de wenkbrauw geweest. Het is al een beetje aan het herstellen. Ik heb vaseline op moeten doen, maar het is nog een beetje rood van het bloed. Dus die kleur gaat nog weg. En we gaan vanavond uit eten bij Dynasty. Dus ik ga nu mijn outfitje even kijken wat ik aan ga doen. Ik heb dit te coole Billie Eilish t-shirt van Sjoel gekregen. En ik ga nu even kijken wat ik aan ga doen. En voilà. En Frank, wat zullen we aan doen? Ik weet het niet. What shall I choose? We zitten bij Dynasty. En daar is je micro? Micro. Nee, ik wil alleen micro. Allemaal micro. Micro. Allemaal. Ik wil geen micro. Hoor. Jawel, je wil dat wel, Sjoel. Maar 5 porties. En mag ik een beetje van dat... Twee keer. Twee keer papadum. 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 Mee en papa zijn ja. Lili, sing is voor ons. Happy birthday to both of you. Maar dan moet je bij het dessert doen. We hebben de hele afdeling gehuurd. Ja, we zitten helemaal alleen. We willen geen mensen om ons heen. Nee. Nee. We kunnen wel. Daar houden wij niet van, hè? Van mensen. Cheers, met thee. Wat leuk dat ik naast papa zit. Ja, 2-jarige. Jarige joppies. Jarige joppies. Wij hebben voorgerechtjes, Empire, garnalentoastjes en Peking Duck. Nou, bon appétit jongens. Bon appétit. Oh ja, voor de mannen. Lekker. Eet smakelijk allemaal. Gefeliciteerd paps. Gefeliciteerd mezelf. Bon appétit. Bon app. Bon app, bon app, bon app. Lekker, ik heb hier zonne van. Eet smakelijk mami. Eet smakelijk schat. Happy birthday to you. To la 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 la. Goed, dan kan je wel zien dat we zijn. Dat vinden we alles zo prettig. Ja, en daarom zingen wij bla 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 bla. Hij is heel blij, hij is heel blij. Hij is heel blij. Volgend jaar is de big party. 30 en 60. Nee, ik ga maar even pakken. Woehoe! En wij worden 25. Vakantie. See what, bitches? Ook waren Romein en papa deze week jarig in de week vlog. We hebben dit gevierd bij Dynasty, het is onze favoriete restaurant eigenlijk. In Amsterdam. Waar we altijd onze verjaardag vieren. Nou, wel een van onze favorieten. Sinds al heel lang eigenlijk. Altijd wel iemand die gaat zijn verjaardag vieren. En aan papa hebben we een nieuwe Solosbox gegeven, aangezien ze de eetkamer hebben verbouwd. Plus een heerlijke skinscheur. En voor Romein weten we nog niet, dus dan gaan we samen winkelen. We hebben wel al een heel mooi schilderij gegeven voor een nieuwe huis, natuurlijk met een tasje van gold. En mooie nieuwe tassen en de tatoeage. Dus op zich al best wel veel, alleen we willen nog gewoon samen naar Londen gaan voor onze verjaardag. En dan gaan we daar gewoon kijken wat we elkaars verjaardag elkaar kunnen geven. We geven elkaar zoveel tussendoor met verjaardag, dus we hoeven niet altijd precies de dag natuurlijk iets te geven als je gewoon niet iets hebt. En we zijn toen langs de winkel geweest met ballonnen, dus we hebben het ook een beetje versierd voor de... Ja, dat is waar. Mama, sorry. Mama heeft versierd. We hebben het wel meegehaald. Het lid! Het is dinsdag en het is 4 uur en Jan gaat mee, want we hadden pinky promise, hè Jan? Yeah. Pinky promise. We're not gonna join naked anymore. Wat gaan we doen, Jill? Nee. Nee, ik wil even zeggen tegen wat we gaan doen.
Wat het idee is. Wat is ja. Het idee? Waarvoor zijn wij met z'n drietjes, Julian, kom weg. Ja, Romee, ik en Jill. We houden het nog even spannend. Nee. En het eindigt door Ordijn Naked. Ordijn Naked. Puntje, puntje, Ordijn Naked. Ja, ja. Ik ben dood en dood zenuwachtig. Ik heb dus geen magische zenuwen. Nee, ik ook ben bang dat ze niet mooi vindt. Dat we iets gewoon doen wat we gewoon leuk vinden. Ik zie het wel. Ik zie het wel. Ze rest van je leven staat. Jij bent ook lezer. We kunnen nu nooit met elkaar levensruzie krijgen. Dat is wel een respect. We kunnen nooit met elkaar ruzie krijgen in het hele leven. Nee, maar Julie heeft al een heel plan. Want de M is van Mike. En de R is van Reinder. En die zei ik. En de Jezus nee, ik gewoon. Maar die Reinders Jane heb ik gewoon. Ja, en ik niet. Ik heb niks. Je hebt niks. Open the fucking door. Are you ready? Nee. To rock and roll? Oh, ga je nu terug? Ja, tuurlijk. Ik ga dat doen. Maar? Wat vind je eng? Nou, maar ja, over 10 jaar heb je zoveel lezerdingen, je kan hem altijd weer halen. Nee, over 10 jaar zit ik onder, dat heb ik wel. Ja? Als ik eentje doe, dan ga ik vol. Ik ook. Nou, ik weet wel welke 4 ik al wil, ja. Ja, toch? Je hebt al heel veel ideeën nu hier bent. Ik heb gewoon allemaal ideeën opgedaan laatste dagen. Ik ook. Weet je, heb ik ook gezien? Pantoonnummer? Ja? Dat te weten, maar dan moet je eigen kleur. Hoe bedoel je eigen kleur? Wat is jouw kleur dan? Pantoon. Nou ja, hij laat je huid dan open. Oh. Je hebt je own tattoo. Ik doe gewoon pantoon. Eeuw, stom. Nee, dat is echt heel stom. Daar is de pijnbank. Oh, ik vind hem echt wel heel leuk. Ik ook. Ik vind hem heel leuk. Ik ben voor mij helemaal verliefd. Ik ook. Lachen. Leuk. Oké, let's do this. En, zijn dit de goede letters? Ja. Dus de R, de J en de M. Ja, oké. Okay. We gaan even kijken waar we gaan zitten. Maar dit wordt hem, jongens. We zijn echt onze bucketlist aan het afwerken. Het gaat goed, jongens. Wat staat er nog meer op onze bucketlist? Maar die wil naar Noorwegen. Finland. Maar je wilt niet per se het Noorderlicht zien. Dat vind ik wel raar. Wel, Finland is ook het Noorderlicht. Oh. Toch? Dat we willen voornamelijk heel veel reisjes doen. Ja. En ik wil heel graag meer genieten. Kardashians moeten. Dat is geen bucketlist dingetje. Tuurlijk wel. Meer gewoon leuke dingen doen. Cadeaus krijgen. Dat is geen bucketlist. Romee gaat als eerste. Dit zou je even gaan doen. Romee, wat wordt onze nieuwe move? Onze nieuwe move wordt. Oh, heel leuk. Ja. Een heel leuk plekje. We gaan beginnen. Joepie. Spannend. Romee gaat als eerste omdat zij de oudste is. En dan in volgorde. Gaat Jules in volgorde van de tattoo en dan ben ik als laatste. Het is wel echt te schattig. Zie je die eens zo klein is. Too cute. Ja, deze plek valt echt mee. Deze plek valt mee? Hoezo? Ik wel. Valt deze plek mee? Ja. Nou, je zit wel bij je boetje. We hebben het best wel gezien. Ook oh, niet je andere hand bewegen. Yes. Helemaal. Zo, echt mooi. Nou, Romee is dan nu Jules. Nee, zou u ook kunnen zitten? Ja, wie weet. Wie weet? Gaat ze? Nummer 2. Oké, Jules. Ik durf het ook niet te praten. En toen was het stil. Ik durf het ook niet te praten. Jij wordt meteen dik bij jou ook. Ja. Heb ik ook altijd. En... Ja. Marie is als laatste. Bij haar is het enige nog het plekje vrij. Ja. Hoe gek om een tatoeage te hebben. Jeetje dun hè? Mooi hè? Ongelooflijk. Kun je het van jou kijken? Oh, zo mooi. Je moet het zo zien. Vanaf de andere kant zien. Woehoe, mijn 2 zusjes hebben het al. Die band. Wolfpack. Wolfpack would never bike. No, no. Reiner. Oh, nee. Reiner, Wolfpack. Wat op de W? Hij zit onderuit. Wolfpack. Wolf love. Wolf love. Reiner. Reiner. Are you ready? Ja. Maar die gaat niet. Reiner. Daar gaan ze. Leuk hoor, Mary. Voor je het weet heb je hem ook. Nu, leuk, hè? Nu nog zonder. Zo gek. Ineens zit hij er. Ja. Hoe voel jij je? Nou, nu valt het wel mee. Ja? Ik vind het even wennen. Wennen qua gevoel. Oh, maak je zo een foto aan het maken. Het is alle drie dezelfde tatoeage. Here it is. Ja, je hebt resultaat. Alleen ik sta niet even op de kop, maar R-J-M van Sissy, Romee, Julie en Mary. Ja. Woep, woep, woep. En het viel me mee. Dit is
is onze allereerste tatoeage. Moest we gewoon van onze bucketlist doen. En eigenlijk zou ik het nooit durven. Ik had ook nooit gedacht dat we het gewoon zouden doen. Maar nee, we hebben het gewoon gedaan. En het is heel mini. Ja, het is gewoon heel mini, maar ik vind het toch wel heftig. Je hebt toch iets in je lichaam. En het is de R, de J en de M. En dit vonden wij gewoon een heel mooi idee. We willen iets met zussen en we wilden ook niet sisters. En we wilden ook eigenlijk eerst onze namen, maar dat vonden we dan te veel plekken. Dus vandaar dat we het eigenlijk hebben samengevoegd. En nu ben ik heel schattig. RJM. RJM tatoeage. En deed het pijn. Beetje branderig gevoel. Ik had het wel anders verwacht qua pijn. Ik had meer die steekjes verwacht. Dat voelt die naaltjes. En goed, ja, willen we steeds meer? Willen we onderzitten over een paar jaar? Ja. Denk het wel. Ik wil al een volgende afspraak maken. Ja, ze zijn Robin Kaos geweest. Die is heel goed in fine line artwork tatoeages onder andere. Ja. Dus we zijn heel blij dat we hem hebben gevonden. En het is echt gewoon precies wat we wilden. En het was echt heel snel klaar, hè? In principe, ja, dit is natuurlijk gewoon ja, het is ook heel 20 minuutjes. Je bent er buiten. En Romein is er even niet bij, maar dat hebben we dit dus met z'n drietjes. Ja, Romein, Julie en zo leuk. En zo'n leuk plekje ook. Nog steeds gek dat ik een tatoeage heb. Je ziet hem ook wel vaker dan met dingen doen dan ik had verwacht. Ja. Dan denk ik, oh, moet ik hem pakken. Mijn telefoon. Oké, en voor de rest, wat was pijnlijker? Onze tatoeage? Of de wenkbrauwen? Of de wenkbrauwen. Wenkbrauwen. Hoewel jij het meer pijn vond doen dan ik. Ja, maar wenkbrauwen zijn natuurlijk ook wat groter. En dit is zo klein. En minuscule. Ik denk als je een sleeve zet of echt een hele zin, dat het tatoeage pijnlijker was geweest. Dat denk ik. En ik heb gewoon denk ik ook gewoon een lage pijngrens. Ja, want het ging ook echt wel mee. Het heeft een hele hoge pijngrens. Ik dan daarna en jij bent echt wel... Laag. Oké, wat gaan jullie volgende week zien in onze weekvlog? We hebben de Reiner Stempelsil met Air Force. Het wordt echt heel groot aangepakt. We hebben heel veel kortingen. We hebben prijzen vanaf €5 tot maximaal €50. Het begint eigenlijk op donderdag. Dus 31 oktober tot 2 november, tot zaterdag. En donderdag en vrijdag zijn onze drukste dagen en ook de langste dagen dat we open zijn. Van 9 tot 9. En wij zijn zelf elke dag aanwezig met onze hele familie. Het is gratis. Komt ons beste vriendinnetje Coco invliegen. Nou, mama helpt weer mee. Onze tantes, Harley, Liesje, Olijn. Ons hele team natuurlijk. Ja, het wordt echt hele leuke dagen. Ook vooral druk. We hebben het weer heel goed geregeld. Dus je moet sowieso wel in de rij staan. Maar het is gewoon wel allemaal veel beter geregeld als het vorige sample still weer. Zeker weten. We zijn zelf ook elke dag aanwezig voor leuke fotootjes. Of om jullie te helpen met stylingadvies. Noem maar op. Ons hele team ook om jullie te helpen. Stinkjes er niet bij. De hoedjes niet helaas. Nee. Maar voor de rest zijn wij er wel gezellig. En we hebben heel veel zin om jullie te ontmoeten. Maar we moeten dus heel veel opbouwen en heel veel klaarzetten. Dus zal je voornamelijk de aankomende week vlog zien. En we gaan de zomercollectie verkopen. Dus niet de winter die nu in de winkels ligt. Nee. Kom jij nou ook? Laat het even eventjes in de comments weten. Vinden we leuk. Oké, okay, tot volgende week. Love. Fijners. Bij elkaar. En ik weet dat kaas het goed is voor onder, maar ik... Waarom is het niet goed? Ik heb een mini stukje. Waarom is kaas niet goed? Ik zeg het idee. Oh. Maar je weet nog steeds. Het ziet wel mooi uit hoor, jij. Nou, wat fijn dat ik er vandaag niet uit. Nu heb je haar los. Dat is leuk. Vast doen. Zo zonde. Daag, gaat.